We zijn in het plaatsje Neer. En dat is eigenlijk een beetje het begin van onze reis naar de Loire, het Loiregebied. We hebben een heel mooi camperplaatje gevonden aan de jachthaven. En ja, dat is eigenlijk een van de mooiste plekjes die we tot nog toe ooit gehad hebben. Direct aan de rivier de Maas. En daar vandaan kun je ook echt mooie fietstochten maken. We hebben al een klein poortje terug op een andere camperplaats hier vlakbij gestaan. En van daaruit hebben we ook leuke fietstochten kunnen maken. Hier zijn we dus op de camperplaats. En het is niet een hele grote camperplaats. Hij hoort bij de jachthaven. En de jachthaven die zie je hier achter mij. En ja, het is gewoon een geweldige mooie plek. We kwamen hier gisteren aan eigenlijk met de hoop dat er misschien een plekje zou zijn. Maar we hadden eigenlijk helemaal niks, geen verwachtingen van. Toen was er precies één plekje waar we nog konden staan. Er gaat van hieruit ook een pontje naar de overkant. Het is een voetveer, maar je kunt natuurlijk ook met de fiets eroverheen. En ja, voor die mooie fietstochten is dit een mooi begin. De camperplaats die we de vorige keer gehad hebben, die ligt net om de bocht aan de Maas. En daar hebben we toen ook een vlog over gemaakt. De bedoeling is dat we nu van hieruit verder gaan rijden richting het zuiden. De bedoeling is om via de Ardennen Frankrijk te bereiken. Ik denk nog even via Luxemburg, maar dat zien we nog wel. Maar zo'n mooi plekje als we hier hebben. We hebben ook nog wel even overwogen om een dagje extra te blijven staan hoor, maar we gaan toch maar verder. En ja, we willen eigenlijk weer een flink aantal weken onderweg zijn. Langs, ja, en dan een tocht maken langs de rivier de Loire. En op die manier Frankrijk te ontdekken, want daar zijn we nog nooit geweest. In de tussentijd hebben we via de Ardennen Noord-Frankrijk bereikt en zijn we aangekomen in Rocroi. De camperplaats bij Rocroi is gelegen aan de stadswallen en Rocroi blijkt een heel mooi vestingstadje te zijn wat je ook mooi kunt bezoeken. Het is gebouwd in de vorm van een ster. Je kunt een mooie wandeling maken over de stadswallen. En dat is zeker de moeite waard. Je kunt helemaal rondom de stad lopen en de oude fortificaties bekijken. Er zijn ook verschillende tunneltjes waar je doorheen kunt, wat zeer interessant is. En het is direct vanaf de camperplaats te doen. Laika vindt het ook leuk.
Binnen de stadswallen in het centrum van Rocroi zijn verschillende horecagelegenheden waar je ook even lekker uit eten kunt of even lekker wat af kunt halen. Verder stelt het centrum van Rocroi niet zo heel erg veel voor. Het is wel heel mooi aangekleed met bloemen en dat soort zaken. En op het centrale plein in het midden van de stad staat vaak een pizzakar waar je ook wat lekkers kunt afhalen. We gaan onze reis nu verder vervolgen via de Champagne richting Reims en dan verder richting de Loire. Abonneer op ons kanaal en geef ons een duimpje omhoog en reacties worden gewaardeerd.